Na 10 minuten waren alle 500 kaarten voor de wedstrijd PSV-Atletico uitverkocht. Ongeveer 25 vroege vogels stonden om 9 uur voor de ingang van het Philipsstadion en iedereen wist een kaartje te bemachtigen. U heeft kaarten? Ja, ik heb kaarten, ja. Het heeft de moeite geloond. Dus nou, in ieder geval, we kunnen erbij zijn. Trotse eigenaars. Mooi man, hé. Hey. De overige kaartjes werden verkocht via internet. Dus voor de mensen in de rij bij het stadion was het nog maar de vraag of het zou lukken. Om 7 uur vanmorgen waren we hier al in de rij. In de kou waren nummer 2 in de rij. Ik kreeg te horen dat het heel erg snel zou gaan. Maar als het eenmaal gelukt is, dan echt het wauwgevoel is binnen Hans. Ja. Ja. Ja, jij bent ook heel blij. Wat verwacht je van die wedstrijd van PSV Atletico? Nou, ik verwacht dat ze best kunnen winnen. Thuis en uit zou het lastig worden, maar we hebben denk ik een goede kans om door te gaan. Jullie zijn echt blij, hè? Want ik zie jullie ook juichen en met die kaarten. En... PR, Atletico, kom op man. Is dat mooi? Ik weet het nooit meer. Nou. Of in ieder geval hopelijk wel, maar komende tijd. Ja. Natuurlijk heeft niet iedereen zijn favoriete plaats in het Philipsstadion, maar dat mag de pret niet drukken. Ik wilde eigenlijk op tribune Noord plaatsen hebben die een beetje in het midden van het veld staan. En, nu zit ik een beetje aan de kant. Maar goed, liever wel erbij zijn dan helemaal niets. Dus, maar dan betaal je ook minder. Dus dat is ook wel mooi. GG, helemaal in de hoek. Maar beter dan dat je niet dat je thuis moet zitten. Op woensdag 24 februari om 20:15 is de thuiswedstrijd van PSV tegen Atletico Madrid voor de Champions League. En deze fans die zijn daar in ieder geval bij.